extranieuws over de treinramp in Buizingen bij Halle. Daar zijn vanmorgen om 8:40 twee passagierstreinen frontaal op elkaar ingereden. De ene trein kwam uit Leuven en reed naar Schravenbrakel. De andere reed van Quéverin naar Luik. Ze zijn in volle vaart gebotst. De klap moet immens geweest zijn. Er zijn zeker 10 doden geteld, dat bevestigt gouverneur De Witte van Vlaams-Brabant. Maar bronnen binnen de NMBS zeggen dat dat aantal kan oplopen naar 25 doden. Het is een hallucinant beeld. Twee totaal verhakkelde wagons, frontaal op elkaar. Een derde wagon ligt op een ander spoor achter deze twee wagons. Op de treinsporen proberen hulpverleners de gewonden te verzorgen. Om 8:30 zijn hier in Buizingen twee treinen op elkaar gebotst. De ene kwam uit Leuven en was op weg naar Sint-Gravensbrakel. De andere kwam uit Quéverin en reed richting Luik. De klap was bijzonder hevig, zegt een van de passagiers. Un freinage vraiment inhabituel, mais ça s'est passé très très vite. Et donc on a ressenti vraiment un gros impact et puis le train s'est couché sur le flanc. Ça a été c'était vraiment incontrôlable et très rapide. Deze man was thuis toen hij in zijn achtertuin een enorme klap hoorde. Eén keer een harde knop, een harde knop. We dachten ja, een ontploffing of zo. En mijn dochter heeft soms voor de ruit van achter en die heeft mij vlug komen roepen. En ik ben komen kijken, maar gewoon twee, die treins waren gewoon op ingereden. Dus wij waren gechoqueerd, ja, wij konden geen hulp bieden, want wij kunnen daar niet over. En dan heb ik direct naar de centrale gebeld om dat te verwittigen. Meteen is duidelijk dat het om een zeer zwaar ongeval gaat. Er zijn nu officieel 10 doden, maar sommige bronnen spreken van 20 dodelijke slachtoffers. 11 mensen zijn zwaar gewond, onder hen zeker ook 1 kind. 150 anderen raakten licht gewond. Volgens de eerste gegevens heeft de trein vanuit Leuven het rode stoplicht genegeerd en heeft hij de andere trein in de flank gegrepen. Ja, Kathleen Perraar in Buizingen, vlakbij de plaats van het ongeluk. Wat gebeurt daar nu precies? Wat is er eigenlijk op dit moment? Een grote chaos. Er loopt hier heel veel volk rond. Heel veel mensen willen komen kijken wat er hier gebeurd is. Het is dan ook een heel surrealistisch beeld. Je kan hier achter mij zien dat die twee wagons echt meters boven de sporen uitsteken. Mensen willen daar naar komen kijken, maar dat bemoeilijkt natuurlijk het werk van de hulpverleners. Want zij zijn nog altijd heel hard aan het werk. Zowel op de sporen als daarnaast. Zij zoeken nog altijd in de wrakken naar slachtoffers. Er worden nog altijd mensen uitgehaald. Ze proberen die mensen dan zo snel mogelijk weg te brengen. Op de weg hier naartoe ben ik echt tientallen ambulances tegengekomen, ook de brandweerwagens rijden nog altijd af en aan. Dus het is hier eigenlijk één grote chaos. Ja. Heb je nu al meer zicht op het aantal dodelijke slachtoffers? Want daar wordt veel over gespeculeerd, hè? Er wordt veel over gespeculeerd en het is nog altijd heel erg onduidelijk hoeveel slachtoffers er nu eigenlijk zijn gevallen. 10 zijn er op dit moment officieel bevestigd. Sommige bronnen spreken van 20. Er zijn ook bronnen die zeggen dat het aantal doden kan oplopen tot 25. Maar er is eigenlijk niemand die ons kan vertellen hoeveel slachtoffers er nu al precies zijn geteld. Bij Infrabel zeggen ze zelfs dat ze officieel nog geen weet hebben van het aantal, van het feit of er al dan niet dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Dus het is heel moeilijk om daarover informatie te vinden. En de oorzaak van het ongeval, is daar al een begin van duidelijkheid? De gouverneur die heeft een uurtje geleden gezegd dat een van de twee treinen een rood stoplicht zou hebben genegeerd. Het zou kunnen dat dat de oorzaak is van de crash. Maar ik heb zo net nog iemand van Infrabel aan de lijn gehad en die zegt ja, dat is helemaal nog niet bevestigd, dat is helemaal nog niet duidelijk. We moeten het onderzoek afwachten, het is helemaal niet zeker of er wel degelijk een van die machinisten rood stoplicht heeft genegeerd. Dat moet het onderzoek uitwijzen en zij zeggen het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. We kunnen absoluut niet bevestigen wat de gouverneur een uur geleden heeft verteld. Ja. Nog even terug naar de reddingswerken. Hè. Hoe verlopen die? Gaat dat vlot? Want ik kan me voorstellen dat die plek daar niet zo makkelijk bereikbaar is. Nee, het is heel moeilijk voor de reddingswerkers om hier hun werk te kunnen doen. De crash is gebeurd tussen twee stations, dat wil zeggen midden op de sporen. Heel moeilijk te bereiken met hun wagens, met de ambulances, met de brandweerwagens. Er staat hier ook een hoge betonnen muur. Die sporen zijn heel moeilijk toegankelijk. Dus het is heel moeilijk voor hen om hun werk te doen om de slachtoffers op een goede manier weg te kunnen brengen. Komt er nog eens bij dat het nog altijd heel erg koud is. En die sporen die zijn natuurlijk heel erg glad en ook dat bemoeilijkt hun werk nog eens. Goed, bedankt voor de eerste toelichting al, Kathleen. Ja, het was spitsuur toen het ongeluk gebeurde. De treinen zaten dus vol. En er zijn dus ook naast de doden nog vele tientallen gewonden en mensen die in shock zijn. Zij worden opgevangen in de sporthal van Buizingen. Sommige mensen die daar worden binnengebracht zijn er erg aan toe. Patrick van Kompel.
De ene gewonde na de andere wordt afgevoerd naar het turncentrum in Buizingen, dat dienst doet als opvangcentrum. Heel veel gewonden zijn er bijzonder erg aan toe en de hulpverleners massaal aanwezig werken zo snel ze kunnen. Heel veel passagiers beseffen dat ze de dans zijn ontsprongen. Een zeer raar gevoel, want ik dacht dus dat wij werkelijk over iets gereden zijn. Was het over brokstukken of was het misschien mensen die uit de trein gevallen zijn? We hebben het gewoon niet gezien, maar ja, ik ben er nog echt van geschokt eigenlijk. Dus... Je hebt gewonden gezien? Ik heb gewonden gezien, ja. Enorm veel. Ja, enorm veel gewonden. Hulpdiensten blijven af en aanrijden en gestrande treinreizigers worden met bussen naar andere stations gebracht. Onder meer rechtstreeks naar de stations in Brussel. Ik kreeg weinig uitleg bij Java. De ruiten mochten niet open, de deuren konden niet open, omdat we zogezegd een elektriciteitskabel hadden meegeraakt. En hoe ben je er dan uitgeraakt? We zijn toch een half uur blijven zitten en dan hebben ze gezegd van we gaan evacueren. We zijn allemaal door het hele compartiment geschud. Overal zijn dingen naar beneden gevallen in het compartiment. Dus ik veronderstel dat de eerste wagons dat daar nog wel, dat het daar veel erger is geweest. Ondertussen blijven de gewonden maar komen naar het hulpcentrum in het centrum van Buizingen. Ja, Patrick van Goppen, jij staat nog aan die sporthal. Daar zijn inderdaad al honderden mensen, begrijp ik, naartoe gekomen. Ja, 150 kan je wel zeggen. Eerst ook zwaar gewonden, daarna ook veel licht gewonden. Men heeft natuurlijk eerst gekeken naar de mensen met de zware verwondingen. Gelukkig zijn er heel veel hulpdiensten hier aanwezig die, voor zover ik het kan beoordelen, zeer efficiënt werken. Die ook de mensen hun paniek kunnen bedaren. Want heel veel mensen kunnen niks meer zeggen, compleet in shock, willen ook niks meer zeggen, omdat ze vreselijke dingen hebben gezien. Maar de hulpdiensten doen dat goed en men probeert hier zo goed en zo kwaad zo snel mogelijk de mensen te helpen. Het is zelfs ook zo dat ze het informatiecentrum van hieruit net hebben verhuisd naar het gemeentehuis van Halle om toch een onderscheid te maken van kijk eens, hier verzorgen we de gewonden en de andere dingen die moeten maar ergens anders gebeuren om het wat rustiger te houden en dat is ook nodig. Ja, die mensen die daar dan worden opgevangen, worden die ook een tijd daar gehouden? Wordt er nu nog met hen gepraat daar om al een begin van verwerking te hebben ofzo? Absoluut, er wordt hier al met hen gepraat. Wie weg kan, wordt afgevoerd naar ziekenhuizen in de streek natuurlijk. Maar men probeert hier toch wel in eerste instantie die paniek te bedaren. En dat lijkt zeer goed te lukken. Goed, dankjewel Patrick van Gompel. We gaan meteen door live naar Halle, naar het ziekenhuis. Sint-Maria ziekenhuis is dat in Halle waar de zwaargewonden worden opgevallen. Elke Patin opgevangen liever. Zijn er al veel mensen naartoe gebracht? Wel, op dit moment is er een persconferentie net begonnen waarin ze ons definitieve cijfers gaan geven. Maar een half uurtje geleden heb ik nog gepraat met de hoofdgeneesheer hier in het AZ en die heeft ons gezegd dat er nu 11 mensen zijn binnengebracht, waaronder 2 zwaargewonden. Maar zoals gezegd, definitieve cijfers hebben we nog niet. We hebben hier 5 minuten geleden bijvoorbeeld nog een ambulance zien binnenrijden waaruit we een vrouw zagen komen die in een rolstoel zat, maar we weten dus niet of zij ook een van de slachtoffers is. Ja, je hebt het over 11 mensen die gewond zijn, 2 zwaargewond. Weet je of er ook mensen bij zijn die nog kritiek zijn? Kan die dodentol ook nog hoger oplopen daardoor? Ja, dat kan absoluut, maar daar hebben we op dit moment helemaal geen weet van. We weten dat op een bepaald moment een van die 2 patiënten in kritieke toestand was, dat er zich 3 artsen meteen om die man of vrouw bekommerd hebben. Maar hoe die er nu aan toe is, daarover hebben we nu geen gegevens. Daarover zullen we meer horen uit de persconferentie. Ja, zo'n toevloed van zwaargewonden, heb je de indruk dat ze dat daar aan kunnen inhalen? We hebben de indruk van wel. Nu, het wordt natuurlijk een beetje afgeschermd, wat heel logisch is. De spoedafdeling hier, we zien de ambulances binnenrijden en we zien ook onmiddellijk dat er spoedartsen klaarstaan. Er zijn ook voldoende cellen op de spoedafdeling, voldoende kleine kamertjes onmiddellijk vrijgemaakt. Dus dat lijkt allemaal behoorlijk goed te zitten. Maar niet alle gewonden komen natuurlijk naar hier. Er worden ook heel veel gewonden opgevangen in het UZ, in het universitair ziekenhuis van Jette en ook het universitair ziekenhuis van Leuven. Gasthuisberg, daar houden ze zich klaar. We weten op dit moment nog niet precies hoeveel gewonden daar naartoe zijn. Maar op de autosnelweg hebben we een paar ambulances naar elkaar zien rijden die duidelijk niet naar hier kwamen, niet naar Halle, maar naar Jette of naar Leuven. Goed, dankjewel. En meer informatie ongetwijfeld na die persconferentie straks om 1 uur. Dankjewel, Elke.
En als u vragen hebt of als u ongerust bent over familie of vrienden, dan kunt u bellen naar het noodnummer van het crisiscentrum van de provincie in Leuven. Dat is het nummer 016 39 80 73. 016 39 80 73. Als u zich zorgen maakt of als u vragen heeft. Dat was het voor nu. We zijn er uiteraard opnieuw om 1 uur vanmiddag. Bedankt voor het kijken. Tot later.